We zijn te gast op de boerderij van Stichting Capaz in Quetzaltenango, Guatemala. Pieter van Nistelrooy, afkomstig van de Nederlandse boerenfamilie, leidt met team en bestuur van Capaz een boerderij annex dienstencentrum. Zo'n 17 jaar geleden is hij hier met deze boerderij gestart. Al vanaf 1989 houdt hij zich bezig met het leren van kleinschalig boeren aan Indiaanse boerinnen en boeren. In Zuid-Mexico en later in Guatemala. Als geen ander kent hij de armoede en de sociale achterstand van de indigenes in deze regio. De vele Indiaanse gemeenschappen in de diverse regio's van Guatemala zijn sinds de jaren 50 doelwit geweest van vele moordpartijen en vervolging door militairen en door de gevestigde politiek van Guatemala. Alleen al in de jaren 80 en 90 zijn meer dan 100.000 Indianen in deze bloedige burgeroorlog omgekomen. Toen Pieter in Zuid-Mexico aan de slag ging, werd hij daar geconfronteerd met veel Guatemalteekse vluchtelingen. Honderden families hadden rond 1990 een toevlucht gevonden in kampen zoals Los Pinos en San Lorenzo in Mexico. Ze waren berooid en er was tekort aan alles. Als kansarme boerin of boer, of als vluchteling, was er geen geld om grond aan te kopen. Het houden van varkens, kippen of schapen was een goed alternatief. De dieren hebben weinig plek nodig. Ze produceren eiwitrijk voedsel als antwoord op de eenzijdige voeding. Het houden van kleinvee levert daarbij goed geld op. Voor Pieter reden ervoor te kiezen een educatieproject Kleinvee te starten. Eerst bij Guatemalteekse vluchtelingen in Mexico en na hun terugkeer in 1996 in Guatemala. Nu, 16 jaar na dato, heeft de Verenigde Naties de noodklok moeten luiden. In een Guatemalteekse krant, La Prensa Libre, van juli 2012, is een uiterst somber en kritisch toekomstbeeld geschetst over Guatemalteekse jongeren op het platteland. En nagenoeg al deze jongeren, maar ook hun ouders, zijn Indianen. Diepe armoede, eenzijdige voeding met groeivertragingen bij kinderen, geen onderwijskansen en gebrek aan medische zorg scoren hier torenhoog voor Latijns-Amerikaanse begrippen. Dit educatieproject sluit goed aan deze noden kleinschalig aan te pakken. Dit educatieproject vindt plaats op de boerderij Annex Dienstencentrum enerzijds en in de Indiaanse gemeenschappen anderzijds. Het gaat om kortlopende cursussen. De cursisten krijgen inzicht in onder andere het houden en het verzorgen van varkens, kippen en ander kleinvee. Hygiëne en voeding bij mens en bij dier kunnen veel ziekte voorkomen en het verbetert het welzijn van de beesten. Daarnaast zijn er langlopende cursussen. Promotores of veeteeltvoorlichters voor de eigen Indiaanse gemeenschap worden hier opgeleid. Maar ook ondernemers die een eigen bedrijf stichten. De boerderij is bij uitstek de plek om praktijkervaring op te doen. La segunda semana le pondría triple aviar, pero René, al jaren veeteeldeskundige voor Capaz, leidt hier zo'n kortlopende cursus voor Indiaanse boerinnen, kippenverzorging. Hij legt hier uit hoe en wanneer kuikens tijdens hun groeifase worden geënt. Rosaria is een cursiste. Ze vertelt dat ze 10 leghennen heeft. Haar kinderen krijgen iedere dag een ei.
Het eten wordt meer gevarieerd. Haar kinderen kunnen beter leren op school en worden minder snel ziek. Voor deze namiddag krijgen de dames op de boerderij een mooie oefening. Het vaccineren van kippen vraagt kennis van het medicijn en hoe je de injectienaald in het dier plaatst. Bij hun eigen dieren thuis passen ze toe wat ze hier hebben geleerd. En juist daarin zit het succes van de cursus. Na een rit van 1,5 uur komen we met Pieter en met René bij een gemeenschap op een hoogte van 3000 meter. Hier wordt cursus gegeven in samenwerking met de Presbyteriaanse Kerk. Hier wachten een 20-tal Indiaanse boerinnen ons op. Het zijn boerinnen die de dagelijkse zorg hebben voor de opvoeding van hun kinderen. Ze hebben thuis ook de verantwoordelijkheid en de zorg voor hun koeien, varkens, kippen en ander kleinvee. Tijdens de cursus hier komt hetzelfde aan de orde als op de boerderij. Ons viel op hoe angstig en terughoudend deze toch jonge Indiaanse boerinnen waren. Onder hen waren er ook die de ontberingen van de burgeroorlog nog op hun netvlies hadden staan. Met de boerinnen zijn een paar centrale plekken afgesproken in de diverse dorpen voor de praktijklessen. Ja, René va a demostrar cómo se hace. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahorita con así, el dedo recto. Boerinnen en boeren zijn soms van heel ver gekomen. Meer dan een uur te voet met een kostbaar bezit voordat ze ons weten te bereiken. Een paar varkens, een koe hadden ze bij zich. En dat was hun hele bezit. De boerinnen kunnen thuis hun eigen dieren verzorgen en behandelen. En dat is de meerwaarde van deze praktijkoefeningen. Op 50 kilometer van de boerderij van Capaz ligt Novilio. Een boerenfamilie, en dan met name de vrouwen, verzorgen, fokken en mesten er konijnen. Een van de dames vertelt hoe Capaz heeft geholpen met goede raad en met het lenen van fokdieren. Het bedrijfje staat nu 5 jaar op eigen benen. En met een maandelijks inkomen van 1500 quetzales of 150 euro is dat de moeite meer dan waard. En dat is dan het effect van de cursussen en de begeleiding van Pieter en zijn team. In Guatemala, aunque existe un ministerio de ganadería, de agricultura, no tiene los recursos ni la voluntad política para poderle dar recursos a una institución como Capaz que puede asumir, sobre todo viendo que Capaz tiene una instalación, o mejor dicho, tiene ya instalaciones propias, bien construidas y con la capacidad suficiente para dar ese acompañamiento a los campesinos. Lo segundo, también faltan algunos elementos, sobre todo técnicos, que todavía nos dejan una granja que requeriría de estos para poder estar operando al 100%. Sobre todo, creo que podríamos puntualizar que no tenemos la tecnología
sobre todo de producción de energía, suficiente que abarate costos. Maar verreweg de grootste en nauwelijks te doorbreken zorg bij het bestuur van Capaz, bij Pieter en het team, is de structurele armoede, de eenzijdige voeding en de ontwikkelingsvertraging bij kinderen. De economische en sociale achterstand op het Guatemalteekse platteland, zoals gemeld in La Prensa Libre, blijven een stempel drukken op de plattelandsjongeren. De Indiaanse boerenbevolking, jong en oud, vrouw, man en kinderen. Het ontbreekt hun letterlijk aan alles. Ongerepte natuur en prachtige, veelkleurige kleding van de indigenes doen zo anders vermoeden. Bij het educatieve project van Capaz leren boerinnen en boeren te overleven door beesten te houden. Kleinschalig, maar wel effectief. Bij Capaz wordt nu ook gezocht naar meer structurele oplossingen voor de Indianen binnen de eigen Guatemalteekse organisaties en in samenspel met overheden. Een organisatie als Forga doet goede diensten door met onderwijs en vorming jongeren van 15 tot 26 jaar op het platteland op te leiden tot gekwalificeerd ondernemer en boer. Capaz heeft het instrumentarium en de kennis om hier aan mee te werken. Stichting Mexagrico ondersteunt Capaz bij haar werkzaamheden via voorlichting en door het financieren van hun werk. En dat gebeurt al 25 jaar.